Goedemorgen jongens. We staan vandaag op een nieuw plekje. Nou, niet helemaal nieuw, want ik heb hier 3-4 jaar geleden hekje een keer gezeten. Toen ging ik voor het eerst met dood aas vissen. Maar ik denk na een uurtje of zo, toen had ik er al geen vertrouwen en ben ik naar kleiner water gegaan. Nou, nu al heel wat ervaring rijker. En ja, volgens mij is dit gewoon een mooie plek, dus we gaan het gewoon proberen. Ik ga snel de hengeltjes optuigen en hoop op een leuk visje. Oh, dat was wel iets aan het jagen. Nou. Even snel, wat hebben we erbij? Niet zo heel veel spannend. Visjes, piertjes, maaien en mais. Ik zet hem niet al te diep. Want volgens mij is het hier niet zo diep. Mijn eerste vangst. Mooi plukje. Gratis en voor niks. Nou, teken dat hier gevest wordt. Kijk, waar heb je hier een snoepaashengeltje? Echt wel een diepje. Hier zit gelijk iets aan te knabbelen. Pontische stroomgrondel. Die bewaren mooi als aas. Ja, de dobber zit alweer een krab aan te knabbelen. Ja, dus ik ga iets verder opzetten. Enige vertraging opgelopen. Ik denk dat ik hier beter zit. Kijk. Hier. Zakt hij nu een beetje naar de bodem. Een hoop krabben hier. Een beetje koud thee. Hangt er ook niet in. Ik denk dat hier eentje aan zit. Mooi aasvisje. Ja, hij ligt er net in en het hangt gelijk. Is er iets aan te pinnetje? Ja, gooi hem hier in en er hangt gewoon gelijk een aasvisje. Hier. Ingooien en ophalen. Allemaal brazetjes. Nu zou je toch eigenlijk verwachten dat als er zoveel kleine vis zit, dan moet er ook grote zitten. Derde soort van vandaag, vorentje. Vierde soort, blauw neusje. Niet per se diep daar.
dat het allemaal krap is. Ja, dat is wel een probleempje. Echt heel veel krap. Yes! Ja, hè? Nou ja, is eindelijk, dat is mijn klein snoekbaasje, maar het is er wel een. Geen krab, want super veel last van krab hier. Maar ja. Gelukkig kwam deze nog even langs. Ik begon wel een beetje zorgen te maken. Oké. Zo, nu een stukje vis erom. Iets langer moeten wachten. Oké, jongens, ik ga hier de boel inpakken. We zitten hier nu 2,5 uur, 3 uur. Nou, toch snoekbaasje gevangen en aasvis zoveel als je wil. Ook wel heel veel last van krabben. Ik denk dat ik een methode ga proberen om hier een beetje boven de bodem te vissen, een stukje vis. En dan kom ik hier aan het einde van de middag terug, want ja, dat moet gewoon een mooie plek zijn. Als er zoveel aasvis aanwezig is, dan moeten er ook grote rovers zijn. Ik heb ook wat groot zien sprengen, dus misschien dat hier zelfs meerval te vangen is. Dus die nemen we vanavond ook mee, die meerval hangen. Nou, ik ga hier de boel inpakken en dan zie ik jullie vanavond. Oké, jongens, daar zijn we weer. Opgeladen en geschoren wel. Ik ga snel de hengeltjes optuigen. Ik heb van alles bijgenomen en dat laat ik wel even zien. Nou, ik begin weer even met de feeder. Ik dacht thuis nog, ik moet die molen even schoonmaken. Dat ben ik helemaal vergeten. Nou, zoals ik al zei, heb ik thuis iets in elkaar geflanst. Geen idee of het werkt. Maar ik heb dus gewoon een dobbermontage met aan de bovenkant een stuk lood. Niet helemaal zoals het wat ik toen gedacht had. Beter. Hier zit al iets uit de pennekie. Oké, een derde hengeltje doen we gewoon hetzelfde mee. Als vanochtend. Net als de vierde. Niet in de knip, vis zit er nog aan. Dus dat is mooi. Oké, we hebben inmiddels meer dan genoeg klein spul gevangen. Dus we gaan met deze hengel gaan we ook even iets anders doen. Ik heb ook wafters bij. Dus
misschien dat ik die er eens even eentje aan ga hangen. Gewoon eens kijken of dat iets doet. Ja, er moet hier ook gewoon grote vis rondzwemmen. Maar de hoeveelheid kleintjes die hier zitten, maken die geen kans. Dan hangen we hier even een vanille aan. Dan zullen we het nu wel een stuk rustiger krijgen, denk ik. Oké, sinds ik de mallet eraan heb gehangen, een uur geleden niks meer gevangen. Dus daar gebeurt allemaal niks op. Ja, ik zie wel gewoon de hele tijd vis jagen. Deze toch weer even hier neerleggen. Want ik zie hier gewoon de hele tijd van alles en nog wat. Langs de kant. Wat grotere plonsen. Achteruit is beet, jongens. Achteruit is beet. Je kunt niet fatsoenlijk aanslaan, dat is een beetje. Nou, nog een keer proberen. Krap. Krabbedie, krabbedie, krap. Nou, er gebeurt echt geen ene drol, jongens. Helemaal niks. Ik ga eens even met een kunsthaasje gooien. Begin ik gewoon even met een blinkertje. Oh, een stukje. Vet. Ah! Ah, jongens, dit geloof je toch niet. Nou, hier gaat iets van actie. Nou, jammer dat dit er dan weer afvalt. Drie. Dat was maar een klein snoepje. Nou, waar ik vanochtend als eerste was kunnen zitten, daar zag ik net wel een hoop jagen. Oké,
Oké, jongens, 10 uur. Ik ga de boel inpakken, want er gebeurt gewoon helemaal niks. Behalve constant krabben bijten. En de aasjes boven de bodem, daar gebeurt helemaal niks op. Ja, wel jammer. Ik had toch wat eerder over moeten switchen om gewoon even een stukje te gaan spinnen. Want toen had ik toch een half uurtje bijna 2 vissen. Maar goed, wel weer wat wijzer geworden. Het is niet helemaal een flop natuurlijk. Ik hoop aasvissen zoveel als je wil. En toch ook nog een snoekbaardje. En bijna een snoekje. Maar ik denk de volgende keer als ik hier kom dan heb ik mooi wat actieve vissen.